Hallo en welkom bij de 26e aflevering uit de reeks Zit een oudheidkundige met de rug naar een boekenkast. De oudheidkundige, dat ben ik. Ik heet Jona Lendering. En de boeken die ik vandaag voor u uit de boekenkast heb gehaald, die gaan over Achaemenides Perzië. Perzië moet u hier royaal opvatten. Het gaat over de periode tussen 550 en 330 voor Christus, toen de Perzen een rijk beheersten dat zich uitstrekte van Bulgarije tot Pakistan en van Egypte tot Oezbekistan. Het is een enorm rijk geweest, geregeerd door koningen met name als Cyrus, Cambyses, Darius, Xerxes, Artaxerxes. En we hebben er eigenlijk altijd over geweten. Het is niet een nieuwe ontdekking zoals bijvoorbeeld de Sumeriërs of de Elamieten of de Hethieten een pas ontdekt volk zijn. Hun cultuur is later ontsloten, maar de Perzen hebben we altijd gekend. Ze spelen een rol in de Bijbel. De Bijbelse profeet Ezra, schriftgeleerde eigenlijk, stelt gewoon kennis van de Perzische cultuur. Nou, de Achaemeniden, zo spel je dat woord, die zijn dus eigenlijk altijd bekend geweest. Dat is de naam van de dynastie van de koningen. En behalve de Bijbel hebben we altijd informatie gehad uit auteurs als Herodotus, Xenophon en de Alexanderhistorici. Herodotus, die een verhaal heeft geschreven over de grote oorlog die rond 480 voor Christus heeft plaatsgevonden, toen de Perzen hebben geprobeerd Griekenland te onderwerpen. Xenophon, die rond 400 voor Christus een tocht heeft gemaakt als huurlingenleider tot bijna Babylon aan toe. De Alexanderhistorici die de liquidatie van het Perzische Rijk beschrijven als Alexander de Grote de hele bubs onder de voet loopt. Herodotus, moet ik nog even vertellen, vertelt ook het ontstaan van dit rijk. Dus hij kent de ontstaansgeschiedenis met koning Cyrus de Grote. Dat was lange tijd de situatie en daar konden we ook een hele hoop mee. Maar in de midden van de 19e eeuw werd onze informatie sterk uitgebreid toen de Behistun-inscriptie werd ontcijferd. Behistun, dat spel je zo, dat is het bovenste woord. En een meneer Rawlinson die is daarmee bezig geweest. En die heeft die inscriptie, hangend aan een soort trapeze, heeft hij een abklatsch gemaakt. Dus dat hij met papier mâché over de letters gaat van een in de rotsen aangebrachte inscriptie. En toen kon hij dat thuis nog eens rustig lezen. En dat bleek een vrij spectaculair verhaal te zijn over een burgeroorlog met 19 veldslagen, waarin Darius met de hulp van een paar goden, de god Ahura Mazda vooral, orde op zaken stelde. Die inscriptie was geschreven in een spijkerschrift dat we een alfabet noemen. En daarna werd ook mogelijk om, nadat we het Perzische alfabet hadden geleerd, ook het Babylonische spijkerschrift te leren en daarna ook nog het Elamitische spijkerschrift. En dat waren alvast drie talen. Later is daar nog een aantal andere spijkerschriften bijgekomen, zoals het Elamitisch en het Hethitisch. Die Behistun-inscriptie geeft ons drie spijkerschriften. En de hoeveelheid kleitabletten die we daarmee kunnen lezen loopt echt in de honderdduizenden. Dat is echt gigantisch veel. En het Babylonische spijkerschrift is gewoon een van de grote talen van de oude wereld. Nou, daarop kun je dus nieuwe geschiedenissen baseren die dus het Griekse teksten kennen, maar ook de Perzische en de Babylonische teksten. En een van de boeken die we daarop kennen is dit. Dat is van meneer Wiesenheuver. Dat bevat behalve de Achaemenidische periode ook de Parthische en de Sassanidische periode. Dus we gaan van 550 voor Christus tot de opkomst van de islam. Anderhalf millennium door. Best een goed boek. Maar er gebeurde eigenlijk meer. Jaren 80 is er een mevrouw in Groningen, die heet Helene van Sissy-Weerdenburg. En die besloot dat het beter kon. En die ging allemaal mensen samenroepen die zich bezighielden met de Perzen. En dat staat bekend als de Achaemenidische Workshops. En mevrouw van Sissy-Weerdenburg die organiseerde die. En ik heb u in een eerdere filmpje uitgelegd het werk van professor Klaassen over de vroege staat. Nou, dat bleek een enorm vruchtbaar idee te zijn. En uit die Achaemenidische workshops, daar konden die ideeën, die passen daar heel goed bij. Dat leverde eigenlijk hele leuke en interessante nieuwe inzichten op. Waarbij die Europese bias die we hebben aan die Griekse
bronnen steeds meer werd doorbroken en we de archaïmniden steeds meer vanuit hun eigen context dachten te kunnen schrijven. En dat leerde uiteindelijk leidde dat tot dit monumentale boek. Dit is echt zo zwaar als een baksteen en heeft ook ongeveer die afmetingen. Pierre Brian, een van de grootste Franse geleerden, ook iemand die begrijpt dat internet heel belangrijk is en dat daar Acheminet heeft bedacht. Leuke boek is dit. Hier staat echt alles in wat hij wist. Daar heeft hij later weer supplementen aan toegevoegd. We hebben ook nieuwe bronnenpublicaties. Ik heb hier nog een baksteen. Amélie Court, een Britse. Of een Amerikaan, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij werkt ze in Engeland. Die heeft dus alle bronnen nog eens bij elkaar geharkt. Met veel commentaar erbij. Heel erg prettig boek wat dat betreft. Opnieuw zo zwaar als een baksteen. Kortom, er is echt iets nieuws ontstaan over het oude Perzië. En het is echt heel indrukwekkend. Daarbij staat dus die centrale gedachte van de vroege staat centraal. Het is antropologisch heel verantwoord. Je denkt, wauw, de wetenschap gaat vooruit. Nieuwe inzichten, iedereen hartstikke blij. Eén foutje gemaakt. Vergeten het uit te leggen aan het grote publiek. En toen kwam 9-11 en onmiddellijk daarna kwamen alle oude stereotypen terug. En een heel berucht boek, dit is Persian Fire van Tom Holland. Alle oude vooroordelen kwamen weer terug. Oost staat tegenover West. De overwinning van de Grieken in Marathon wordt gepresenteerd als beslissend voor de wereldgeschiedenis. Ja, is zelfs belangrijk voor Engeland. Binnen de Engelse geschiedenis belangrijk, belangrijker dan de slag bij Hastings. Allemaal 19e eeuwse vooroordelen worden daar afgestoft. Ja, en dit boek was wel geschreven voor het grote publiek. Dus dit veegde eigenlijk in één klap het levenswerk van mevrouw Sancisi Weerdenburg weg. Er is een Nederlandse vertaling gekomen, daar heb ik zijdelings bij betrokken geweest. Ik weet dus dat er bij Atheneum Uitgeverij een lijst bekend was van allemaal dingen die verbeterd konden worden. Is gewoon niet gedaan, wil wel bewust uitgeven van een boek waarvan ze weten dat het 19e eeuwse vooroordelen verspreidt. Ik vind dat heel erg, maar het kan nog veel erger. Dat boek van Tom Holland. Hij was niet zo dom dat hij niet ook adviseurs vroeg natuurlijk. En een daarvan was Paul Cartledge. Dat schrijf je zo. Paul Cartledge en Tom Holland. Paul Cartledge was een klassicus. En dat is trouwens nog steeds. En die had dus ook dat idee van, oh, die Persische oorlogen zo verschrikkelijk belangrijk. Daarmee rekenden die verlichte, rationele, humanistische Grieken af met die mystieke Perzen. En hun obscurantisme en hun wreedheid. Dus hier werd de westerse beschaving geboren. Cartledge geloofde dat idee nog. En hij adviseerde Tom Holland. Dus Tom Holland schreef dat soort ideeën ook netjes op. En vervolgens stapte Paul Cartledge naar een krant met de ironische naam The Independent. En schreef hij een zogenaamd onafhankelijke recensie. Dat is academische ethiek in de 21ste eeuw. Het trieste ervan is, we hebben dus gewoon veel betere informatie over dat oude Perzië dan dat 19e eeuwse schabloon. Maar na 9-11 was eigenlijk niemand geïnteresseerd in wetenschap en was er ineens een enorme behoefte aan boeken die een 19e eeuw schabloon, waarin Oost tegenover West stond, waarin de westerse cultuur werd verdedigd in de Perzische oorlogen tegen kwaadwillende Oosterlingen. Ja, dat idee is helemaal teruggebracht van werkelijkheid. Maar het is gewoon propaganda. Met deze trieste gedachte eindig ik. Wat moet u lezen? Ja, dat boek van Wieshuyver is eigenlijk wel heel toegankelijk. Ik vind dit toch eigenlijk wel een goed boek. Het is alweer wat ouder. En ja, we hebben dus de baksteen van Pierre Brian. En het is wachten op een goed boek over het Perzische Rijk voor het grote publiek. En ik hoop eigenlijk dat dat er gewoon heel erg snel gaat komen, want Perzië verdient dat. En trouwens ook Iran zelf heeft daar recht op betere publiciteit dan dat zij de eeuwige boeman zijn tegenover het verlichte Westen. Wij zijn zo westers niet, of wij zijn zo verlicht niet, zij zijn zo barbaars niet. En die tegenstelling wij-zij is ook al niet juist. Nou, daarmee eindig ik. Ik wens u verder een fijne dag en we gaan... En laten we nog eens een keer een nieuw filmpje maken. Maar voor dit moment zeg ik u dankjewel.